Hele goedemorgen, het is vandaag zondag. Zoals je ziet zit ik weer in mijn eigen auto en ik kan eindelijk weer naar mijn afspraakjes. Ik ben echt zo erg blij omdat ik weer mijn eigen dingen kan doen. Want eerlijk is eerlijk, ik heb nu deze nagels al 4 weken. Het ziet er trouwens heel goed uit na 4 weken, geen één afgebroken. Dus ik raad deze nagelsalon echt aan iedereen aan. Het zit trouwens in het centrum, Rotterdam Centrum, en het heet Deluxe Nails en Spa. Ja, het nagelsalon heet Deluxe Nails en Spa. Kijk, even kijken. Dit is hun Instagram pagina. Deluxe Nails en Spa. En dan ga ik dus even zo naartoe. Dit keer doe ik niet alleen deze nagels, maar doe ik ook nog een pedicure erbij. Dus heb ik echt heel veel zin in. De zomer komt er natuurlijk aan. En ik wil gewoon weer even lekker mooie verzorgde voeten. Dus daar ga ik ook voor vandaag. Irriteer ik me echt aan deze plukjes die ik laatst zelf heb geknipt. Ik weet niet, wat vinden jullie hiervan, van deze plukjes? Zoals ik al zei, was echt zo erg afgebroken. Dat ik gewoon echt zelf even de schade in moest zetten. Want anders brak mijn haar gewoon helemaal af van voren. Maar aan de ene kant denk ik van, ja, ik heb best wel een grote voorhoofd. Dus dat bedekt het dan wel weer mooi. Maar aan de andere kant denk ik, the fuck is this? Daar heb ik een nieuwe trui aan van LA Sisters. En hij is echt super fijn. Ik heb alleen een verkeerde BH eronder. Ken je dat? Je daar opeens de BH eronder ziet. Ik haat dat echt zo erg. Daar heb ik nog wat te zeggen. Oh ja, ik heb een nieuwe armband. En ik vind hem echt zo cute. Ik ben er echt helemaal gek op. Nou, dat waren alle nieuwtjes van deze ochtend. Ik ga snel rijden naar Rotterdam Centrum. En ik zie jullie straks. Ja, nog een nieuwtje. Het is vandaag zondag. En ik ben vandaag officieel 4 weken bezig met mijn keto dieet. Wat ik nog wel zeggen. Ik ben echt super blij. Ik wil altijd zeg maar diegene zijn die nee kon zeggen tegen friet of tegen een lekker stuk taart of zo. Dat kon ik gewoon nooit. Ik kon nooit nee zeggen. Maar tegenwoordig heb ik daar gewoon echt oprecht geen zin in en kan ik zo makkelijk nee zeggen. En dat maakt me echt zo blij. Want vroeger dacht ik altijd van, ja, kan ik maar gewoon nee zeggen tegen lekkere dingen, weet je wel. Alsof het een hele opgave is. Maar tegenwoordig heb ik daar geen eens zin in. Ik zag laatst bijvoorbeeld een meisje friet eten met mayo en curry en weet ik veel wat. En ik dacht van, eeuw, ik heb daar helemaal geen zin in. Dus ja, makes me happy. Bij de Luxe Nails en Spa. En Afan is. Hallo, hoe je daar, zeg ik jou nou goed? Heeft een nieuwe kapsel. Heel goed, ja. Beetje koud, maar goed. Ik herkende haar niet toen ik binnenkwam. Ik dacht, wie is dat nou weer? Toen ging ze praten, dacht ik, oh, dat is zij. Maar ze heeft mijn nagels gedaan net. En het is echt heel mooi gelukt. Moet I love it. De beste. Ze noemen het zichzelf het beste. Het is echt heel spannend. Ik ga stukken maar. Nee, maar ik heb dus mijn nagels gedaan. En ik heb gekozen voor een natuurlijke kleurtje. En ik wou eigenlijk wit, maar dan niet echt zo spierwit. Gewoon een beetje met een glansje. En zij heeft een witte acrylkleur, toch? Hoe noem je dit? Witte acryl. Het is gewoon witte acryl. Dus geen gellak of zo. Nee, kijk. Zo, als je goed ziet, het is niet echt wit, zeg maar. Echt met een mooi glansje. En dit is dus acryl en geen gellak. En nu ben ik bezig met de pedicure. En ik heb net echt een hele bevalling achter de rug. Mijn nagel was dus in mijn huid gegroeid. En dat deed echt vet pijn, want ze moesten een stukje uit mijn huid halen eigenlijk. Maar ja, ik heb hierna wel lekker frisse voeten. En ik ga voor ongeveer hetzelfde kleurtje als op mijn handen. Iets lichter waarschijnlijk. Ik ben net klaar. Ik ben echt zo blij met mijn nieuwe nagels. Ik wil het eigenlijk altijd al, zeg maar. Want ik vroeg altijd om wit. Maar die spierwitte vond ik eigenlijk super lelijk. Maar dat is eigenlijk precies gewoon wat ik wou. En heel mooi, gewoon netjes. Ik heb expres geen kleur gedaan. Want ik weet gewoon dat ik het heel snel zat raak. En ik heb gewoon geen zin om elke week mijn nagels te doen. De vorige keer heb ik gewoon 4 weken over gedaan. En geen één nagel was afgebroken. Bij de vorige nagelsalon brak er altijd na 1 week minstens 1 nagel eraf. En dan ging ik terug en dan zeiden ze altijd van, ja, maar dat is gewoon normaal het afbreken. En toen kwam ik hier en zeiden ze, nou, dat is helemaal niet normaal. En nu besef ik het ook, dat het niet normaal is. Ik ben echt zo blij ermee. En ik heb gewoon bijna dezelfde kleur op mijn voeten gedaan. Het is echt heel mooi geworden. Het ziet echt heel verzorgd uit ook. Wat je ook aandoet, het ziet heel verzorgd uit. Maar ik ga nu even verder rijden. Ik zie jullie straks weer. Dus ik heb gewoon midden in de stad file geparkeerd. En ik ben zo trots op mezelf. Zonder sensoren trouwens. Want die zijn nog steeds niet gefixt helaas. Ik ben echt trots op mezelf.
net thuis. En Nessie heeft blijkbaar de vaat gedaan. En hij doet echt alsof hij een hele opgave heeft gedaan. En hij ziet er ook echt een soort van verdrietig uit. Omdat hij iets heeft gedaan in zijn leven in het huis. Serieus, ik heb de vaat gedaan. Ik heb de was gedaan. Nou, dat was al redden gebracht. Ik heb de vuilnis weggegooid, ik heb de dozen gesorteerd. Zo. Ja, en ik heb op de katten gelet. Weet je, elke man gewoon wel gewoon vuilnis buiten zet, Nessie. Nessie, altijd als hij de vuilnis buiten zet, denkt hij echt dat hij gewoon iets heel interessants heeft gedaan. In ieder geval, wat ik voor jou heb gedaan, Nessie, is... Ik heb Pokeball mee. Deze is voor mij... Nee. Deze is voor jou, die mega grote. Inmiddels 20 over 4 en ik heb nog geen maaltijd gehad aan het komen. Ik dus ben begonnen met vasten in combinatie met mijn... Ik weet niet of ik het interessant ga doen. Maar ik ben nu dus aan het vasten. Dat betekent dat ik gewoon binnen 4 uur mijn maaltijden gewoon eet. En daarna gewoon moet stoppen met eten. En ik ben er vandaag mee begonnen. Het is heel erg pittig. Maar ik ga er nu echt super erg van genieten. Yum. Ik zweer, ik koop Fiji water altijd alleen maar om de verpakking. Ik vind het echt zo'n mooi flesje. Cute. Ik heb besteld voor mezelf gemarineerde gemarineerde zalm. Gemarineerde geen rijst hieronder trouwens voor mij, voor Nessie wel. Maar ik heb salade met avocado, zalm, uitjes, pompoen, zeewier, courgette, komkommer. Huppakee. We hebben echt heerlijk gegeten. Maar Nessie is dus nu in slaap gevallen. Terwijl hij gewoon vandaag vrij is en we hadden eigenlijk iets leuks doen samen. Maar ik denk gewoon even lekker mijn pyjama aan ga doen. En lekker mijn badjas aan ga doen. Lekker een theetje voor mezelf gaan maken. Op de bank gaan zitten tot hij wakker wordt. En dat we dan misschien in de avond iets leuks gaan doen. Maar dat zien jullie dan straks wel. Voor de mensen die altijd Pokeball halen in Rotterdam. Normaal haal ik het altijd bij Karel Doormansstraat. Maar ik vind het parkeren daar een beetje irritant. Dus ik ben vandaag naar een andere locatie gereden. Volgens mij heet het Hoogstraat of zo. En daar kan je veel beter parkeren. Zo bij mijn nagels. Hi. Oh, Dina heeft me opgezocht. Hi, vrienden. Zo even knuffelen samen. Ik ben gemist vandaag. Ik heb Pokeball gegeten. Lekker je zo. Lekker kroelen, vriendin. Oh, lekker. Mag ik aankleden? Dan we daarna knuffelen. Paarsjesjes. Jongens, inmiddels is deze man weer wakker geworden. Oh, je wou iets anders zeggen, hè? Wat wou ik doen? Ik weet niet, wat wou je zeggen dan? Ik wou gewoon zeggen deze wat wou je dier zeggen? Wat je wow. Ik zag wel naar een woord, ik zeg je eerlijk. Ja, dat was aan het zoeken. Nee, maar je bent weer Je wist, ik was man! Oh. Rachel! Hij is wakker geworden. En we gaan eindelijk op avontuur uit. Oh, ik weet niet waar hij me naartoe brengt. We gaan de was ophalen. Ik weet niet waar hij me naartoe brengt, jongens. Maar het wordt heel spannend. Spannend. Ik heb een koffie mee met Sucreme. Oh, Sucreme, en ik boy. Heb mezelf beloofd. Wij gaan zo de was dus ophalen. Want Nessie heeft het vanochtend naar de wasseret gebracht. Even kijken. En daarna gaan wij even frozen yoghurt halen. Tenminste, als het nog ergens... Als we het nog ergens kunnen halen. We zijn nu bij Witte de Wit. En hij zit even zijn Park Mobile aan. Ja, echt lekker weer. Ik zie er al echt niet uit, jongens. Want ik heb echt even heel snel iets bij elkaar geraapt. En, zo is het wel leuk om zo in de avond rond te lopen. Ja, heb ik gezegd dat ik aan heb? Beetje wandelen. Wat heb je aan? Dat ziet er niet uit. Nou ja, in ieder geval fucking gezellig. Ik vind Bas in de avond ook altijd heel erg gezellig. Top mijn opinion, mate. Als ze daar geen frozen yoghurt hebben, dan wil ik met Bas al een drankje doen. Ja? Ja. Voor mij geen ijs. Dit is wat jammer vind. Ze hebben geen frozen yoghurt, ze hadden alleen maar ijsjes hier. Ja. Wat ik jammer vind, is dat ik zeg maar alleen dik word. Dus ik heb geen maatje meer. Jij wordt echt geen dik. Jawel. Hoezo? Vroeger had ik mijn snackmaatje. Ik had altijd veel meer dan jij. Ja, maar jij was mijn snackmaatje. En jij zei altijd tegen mij, ga je nog mee? Jij was altijd degene die zei van... Kom, we gaan een snack halen. Ik heb geen snackmaatje meer. Van beter. Nu ben ik alleen. Ik word lekker de. Lonely Pet Club. Wie gaat mij joinen? Best even serieus. Hoe irritant is deze pluk bij mij? Kijk eens.
zitten weer in de auto. En ik had echt zo erg zin in die ijs gekregen. Dat ik maar naar de Spar ben gegaan bij Witte de Wit. En aardbeien heb gehaald. En pure chocola. En dat ik het gewoon een beetje combineren. Ja, ik ga het gewoon een beetje combineren met elkaar. Dat ik een beetje een idee heb. Dat ik ijs aan het eten ben. Dat ik absoluut niet aan het doen ben. Maar goed, dit gaat mij nu even helpen. Dit zijn de zakken die we terug hebben gekregen van de wasseret. En dit is Dinar. in ieder geval, de vorige keer deed ik dus iets van 9 wasjes op een dag. En toen vroegen mensen aan mij van... Nou, hoe kan het eigenlijk dat jij zoveel wasjes hebt, maar want je bent maar met z'n tweeën. En nu hebben we eigenlijk weer heel veel was terug. Ik zal het jullie even uitleggen. Mijn man is op de achtergrond, ik kan me bevestigen. Ik heb een man die zeg maar kleren 1 keer draagt en dan in een wasmand gooit. En als het niet erg genoeg is, heb ik een man die het ook nog heel druk heeft. Dus dan staat hij op en gaat hij naar de afspraak. Outfit 1. Daarna gaat hij dan door naar de gym. Outfit 2. Daarna heeft hij nog een afspraak. Outfit 3. Daarna heeft hij een show. Outfit 4. En als ik heel veel geluk heb, heeft hij ook nog een andere show. En dan is het outfit 5. Dat betekent dat ik op een dag soms 5 outfits in een wasmand heb. Die ik moet wassen. Dus gooi jij maar even 5 outfits van een man in een wasmand. Ik kijk dan maar hoeveel wasjes je gaat draaien per week. Ja of niet? Ze ligt. Oké, nou. Ze ligt. Wat is... Corrigeer me maar. Jij draagt... 5 outfits per dag, dat is echt overdreven, man. Dus op mijn drukste dag heb je 5 outfits per dag. Nee, dat is niet waar. Sorry hoor. En soms als ik ga sporten. Ja? Kijk, als ik bokstraining heb, is mijn kleding zeikenat. Ja, wat wil je dat ik doe? Ik zit alleen maar aan mijn volgers te zeggen. Ik zeg niet dat je even iets verkeerds doet. Nee. Ik zit aan mijn volgers te zeggen hoe het kan. Ik zoveel was heb, want ze geloven niet. We zijn maar met z'n tweeën. Als je man elke dag thuis zit te stinken in bed, dan heb je inderdaad weinig was. Want dan heeft hij 1 pyjama en voor de rest draagt hij niks. Aan een rajul. Hardwerkende rajul. Nee, ik wou ze gewoon dat even uitleggen. Het ligt... Je hebt een beeld daar. Ik ben klaar met de was en besef van de 6 zakken die ik heb gedaan, was er maar 1 van mij. Oh guys, dit was dus allemaal van mij. Bijna niks. Oh, lekker. Dina krijgt een massage. Oh, wat lekker. Ik heb mijn kleding een beetje op kleur gesorteerd. Het ziet er echt veel beter uit nu. En dan kan ik ook zien wat nieuw is en wat niet, want daar had ik helemaal geen overzicht over. We hebben in dit huis nog best wel weinig ruimte. Maar ik heb al mijn nieuwe schoenen even hieronder gedaan. Zodat ik ook zie wat ik allemaal nieuw heb en wat erbij past. Want ik heb echt schoenen die ik al 3 maanden niet heb gedragen. Terwijl ze nog nieuw zijn. Dat is wel een beetje zonde. We zijn eigenlijk een beetje klaar met alles. We hebben echt heel veel gedaan vandaag in huis. We hebben echt heel veel schoongemaakt, opgeruimd. We hadden echt nog zoveel dozen voor alle pakketjes die wij hebben gekregen en hebben besteld de laatste tijd. We hebben ook allemaal even lopen opruimen. Onze kledingkasten opgeruimd. Alles gewoon gedaan. En het huis is nu helemaal lekker schoon. Ik heb de kaars aangestoken. En ze is nu weer aan het werk. En ik ga nu ook even lekker op de bank. Gewoon eigenlijk helemaal niks doen. Ik heb eigenlijk heel erg veel zin in. Gewoon niks doen. Vind je het goed als ik de lampen uitdoe? Ja. Alleen de kaars aandoe. Dat vind ik fijn altijd. Wie voelt me in bed? Ik heb geen zin om jou in bed te stoppen. You must. Nee. Waarom moet dat? Kom. Waarom moet ik jou in bed stoppen? Gezellig, lekker knuffelen. En dan ga je weg en dan val ik in slaap. Dit is zeg maar niet kleinkinderig of zo hoor. Dit wat is gewoon is het liefde. Dan? Leuk is, hoor. Dit is liefde tussen man en vrouw. Oh, wat lief. Vrouw die stopt haar man in bed omdat haar man hard werkt. Girl, I've been searching for someone like